Jan-Pier Brands vertrekt als directeur van Podium Neushoorn in Leeuwarden. Hij wordt algemeen directeur bij Worm, podium voor experimentele avant-garde en underground kunst in Rotterdam. Brands was de afgelopen jaren direct betrokken bij de bouw van het nieuwe cultuurhuis in het Harmoniekwartier, dat nog maar net een jaar open is. Inmiddels heeft het podium een flinke vlucht genomen en trokken diverse concerten van bekende artiesten, waaronder onlangs Kim Wilde, duizenden mensen naar het Ruiterskwartier. Brand zal vanaf 1 februari 2017 aan de slag gaan in Rotterdam. Met de aanstelling van Brands hoopt Worm weer nieuwe dimensies en onontdekte werelden te kunnen ontdekken. Jan-Pier, ja, ik kan wel zeggen Leeuwarden is geschokt, want je gaat Neushoorn verlaten. Van waar deze keuze? Nou, het is een mooie, andere baan in Rotterdam. En het verhaal is dat ik al een tijdje met mijn vrouw wat zit te denken van wat gaan we doen. En we dachten van verhuizen zou kunnen. En als we gaan verhuizen dan ook wel naar een stad, maar dan ook wel naar een grote stad. Nou, Rotterdam die kwam bij ons dacht van we willen wel naar Rotterdam. En ik ben fan van Worm. Daar kom ik ook al jaren. Dat is eigenlijk mijn favoriete podium in Nederland. En toen hoorde ik voor de zomer dat Hajo, die al 20 jaar daar aan de leiding is bij Worm, dat hij daar weg zou gaan. En toen dacht ik, nou, laten we het gewoon eens proberen. En aan het einde van de rit wouden ze me hebben. En ik dacht, dat, voor mij is het goed. Voor mij moet ik dat doen. En mijn gezin dacht dat ook, dus zo is het gekomen. Was het een moeilijke keuze? Want ik weet nog dat je ooit eens zei van ja, toen deze vacature vrijkwam voor directeur van Neushoorn, van ja, ik ben de geschikte persoon ervoor. Ja. Toch lastig dan om deze keuze te maken? Ja, was wel lastig. Ja. Dat is niet wat je zomaar even doet of zo. Ja, ook omdat ik ook wel besef dat we hier midden in een ontwikkeling zitten. En volgens mij doen we het best goed. En volgens mij staat er ook wel wat. Maar ja, het is hier nog lang niet klaar. Maar dan kom je ook op een moment van ja, wanneer is het wel klaar? Hè? En wanneer, als zo'n kans voorbij komt, moet je wachten op de volgende of zo? Nou, dus heb ik daarover nagedacht en met mijn mensen over gepraat. En uiteindelijk gedacht van, nou weet je wat, we gaan het wel doen. Ja. Want dat Worm dat heeft een bijzonder plek in je hart, begrijp ik wel. Wat is dat precies voor podium? Nou, het heet, Worm is het officieel instituut voor avant-gardistische recreatie. Het geeft al aan dat het een bijzondere plek is, niet een alledaagse plek. En Worm zit in het hartje van Rotterdam, aan de Witte de Witstraat. En je zou kunnen zeggen dat het vooral een plek is waar countercultuur, dus zeg maar wat alternatieve cultuur, een plek heeft. En dat ligt echt in mijn straatje. En de opvattingen die ze daar hebben, een soort programmering wat ze daar hebben, het is allemaal, je zou kunnen zeggen, wat alternatiever dan Neushoorn. Dat kan ook wel in zo'n grote stad. En Neushoorn heeft gewoon een andere functie voor Leeuwarden. En dat is iets wat me heel erg aantrekt. Dus het is niet echt de typische programmering die je hier in Neushoorn zou kunnen aantreffen ooit? Nou, het lijkt wel wat we bijvoorbeeld vanavond in het café hebben, zo'n lezing van Jeroen Tel. Het gaat over gamemuziek, dat zijn dingen die ze ook veel in Worm doen. Ja, dus de caféprogrammering heeft wel een beetje, ik heb me er ook heel erg door laten inspireren door Worm, voor wat we hier in het café doen. En, maar bijvoorbeeld de muziekprogrammering, dat is echt wel anders dan wat we hier in Neushoorn doen, ja. Ja. Ik hoor wat reacties om me heen van, hij vertrekt veel te vroeg. Hoe zie je er zelf tegenaan? Ja, ik vind ook te vroeg vertrekken. wat ik zeg, van je zit in een ontwikkeling met de club en die ontwikkeling is nog niet ten einde. En 2 jaar is heel kort. Ik heb ook al eerder gezegd tegen anderen van, ik heb wel denk ik wel 5 jaar in 2 jaar gestopt. Dus we hebben wel behoorlijk doorgepakt, zou ik maar zeggen. En ik denk ook wel dat er gewoon een goede organisatie staat. Ik denk ook dat de richting waar Neushoorn naartoe gaat, dat die ook wel helder is. Ook de manier waarop we dat willen doen, dat het ook helder is. Ik heb het idee dat er ook behoorlijk wat draagvlak is voor de club in de stad. En er is nooit een goed moment om weg te gaan, tenzij je ruzie hebt. Want dat is niet het geval? Nee, is niet het geval. Nee. Nee, maar dat is een goed moment om weg te gaan. Met ruzie moet je weg. En, of je moet het oplossen, maar als het niet oplossen moet je weg. Maar dat is niet het geval. Elk moment zou je kunnen zeggen is ongelukkig. Het is nog een keer zo. Het is gewoon een moment van het grijpen van kansen? Voor mij wel, ja. Voor mij, dit zou ik niet willen laten lopen. Je vertrekt dus met je gezin naar Rotterdam. Ja, hoe moet het dan verder met Neushoorn?
Nou, daar komt een hele goede opvolger. En dus er komt een procedure wordt opgestart om vervanging te vinden. Nou, die zal er komen, ongetwijfeld. Dat wordt ongetwijfeld een hele goede. Want voor mij is het nog aantrekkelijker om hier te komen. De culturele hoofdstad komt eraan. De organisatie die heeft, die is gevormd, zou je kunnen zeggen. Er staat een gebouw. Toen we 2 jaar geleden begonnen, stond er helemaal niks. Toen stonden we in de bouwput te praten, volgens mij. En dat is er allemaal. En ik ben ervan overtuigd dat er gewoon een hele goede komt die de kar weer verder gaat trekken. Ik zeg heel veel succes in Rotterdam. Ja, dankjewel. Wat leuk. Jullie ook succes.